Ik neem jullie mee in mijn verhaal in marketing. Want ik werkte als VA en ik ging daarnaast de VA Business Academy opzetten. Nou, dat was eigenlijk wel heel makkelijk, want klanten kwamen heel makkelijk naar mij toe. Maar om iets nieuws te bouwen, dat vroeg wel even andere skills. Het was nodig dat ik mezelf als expert in de markt ging zetten. En dat was best spannend, want als je een nieuwe stap in je business neemt, ja, om dan even die nieuwe positie te claimen, die expertpositie. En ik dacht, nou, misschien moet ik wat meer hulp krijgen op vlak van marketing. En anderen zeiden tegen mij, ja, nee, Daniel, je hebt toch al genoeg gedaan, je weet toch al genoeg, dat kun je toch wel. En ik dacht, nee, echt niet. Dit kan ik niet alleen. Dus ik ben daar niet veel naar luisteren, want ik dacht, weet je, wat jullie tegen mij zeggen, zegt iets over jou. Maar dat zegt niet iets over hoe ik het moet doen. En ik geloof dat het in alles zo geldt. Want het is een afspiegeling van zichzelf. Dus als iemand tegen jou zegt dat je iets niet moet doen, dan zeggen ze dat eigenlijk over zichzelf. Dan zeggen ze eigenlijk tegen zichzelf, hé, als jij daar zou staan, dan zou ik dat niet doen. Het gaat erom dat je je eigen pad volgt, dat je luistert naar je intuïtie. Daar zit je wijsheid. Niet wat anderen zeggen.